Waries & Family Everywhere. Ruim 2,5 jaar geleden verruilden we ons stenen huis voor één op wielen. En ons hectische leven voor één met veel vrijheid en avontuur. Na 1,5 jaar in Canada en Amerika bereikten we het noordelijkste puntje van onze reis. De Arctische Oceaan en Tuktoyaktuk. Nu start onze reis naar het zuiden, naar Midden- en Zuid-Amerika. Reis je met ons mee? Na een bezoek aan de Crowley Lake Columns gingen we op weg naar, zoals het leek, een kampeerplek waar we al een hele tijd naar op zoek waren. Een plek waar we even lekker konden blijven, konden leven en konden niksen. Eén met water, één met uitzicht en één zonder drukte dichtbij. En wat bleek? Het was een perfecte plek en we bleven er uiteindelijk 7 dagen. Een dag later kwamen onze vrienden Pato en Katty, welke we al meerdere keren hadden getroffen. Het was heerlijk om weer bij te kletsen en te genieten van deze prachtige plek. Hallo! We zijn net aan het varen, verre van Minions. En we zijn op een ijskoud meer. We zijn lekker cool met onze bakpak aan en onze zwemsuit. Mama heeft geen en wij zwemmen. En je laat eens even zien waar Carlijne staan. Carlijne is daar. De kamer in het water laten vallen, hè? Even het koordje om, hè? We moesten even het koordje om. Ja, wacht, ik doe even het strikje aan, want als hij toch hier over water valt, zijn we hem kwijt. Ja, ja. Doe maar weer gaan filmen. Waar is Minnie? Daar! Minnie is daar! Hey Carlijne! Hey Carlijne, hoe gaat het daar? Doe eens fluiten. Hey, gaan we daar achter het strandje toch? Ja. Ja? En het werd nog gezelliger. 2 Duitse stellen en een Nederlandse stel vonden ook dit mooie plekje. En zo werd het een heel gezellig Europees treffen. Relaxen was niet het enige wat we deden. Er werd ook flink gewerkt. Herinner je je nog dat gekke gekraak wat we hadden? Nou, dit was niet weg. Sterker nog, het werd alleen maar erger. We hoorden het bij elke kleine hobbel die in de weg zat. De mannen zijn er de hele dag mee bezig geweest. De oorzaak werd uiteindelijk gevonden. De cabine rust aan de linkerkant, niet volledig op de steun. En waarschijnlijk al heel erg lang. Op verschillende manieren werd er geprobeerd dit op te lossen, maar helaas zonder succes. Uiteindelijk zaagden de mannen een stuk rubber uit onze toch al kapotte band om de steun te verhogen. En met succes. Het gekraak is weg. Zijn we klaar om weer op pad te gaan? Zeker! Ja! Voordat we over de Tioga Pass terugreden naar Yosemite National Park, bekeken we eerst de fascinerende toefa's bij het Zoute Monomeer. Hey dames, wat gaan we doen? Katty en Pato redden! Ja, we gaan Katty en Pato redden, hè? Nou, vooral ook een truck, want die zit heel erg vast in het zand, of niet? Ja.
Hadden jullie dat net gezien op het filmpje? Oh, die zitten echt diep in de problemen. Dus we gaan ze maar eens proberen te helpen. Hopelijk is Minnie sterk genoeg. Ja, die is veel sterker dan hun truck. Ja, dat denk ik niet hoor. Maar we gaan toch maar ons best doen om hun te helpen, toch? Want dat doen we, hè? Vrienden doen we altijd? Helpen. Precies. Maar goed, we zijn dus net gebeld door Pato. Ze zijn nog een stukje verder naar een ander strand gereden. En ja, ik denk dat ze echt serieus in de problemen zijn. Want anders zouden ze ons niet zomaar bellen, denk ik. Na dat telefoontje draaiden we weer om en reden we de yogapas weer omlaag. Terug naar het meer waar we die ochtend vandaan kwamen. Alleen nu reden we voorbij het meer, een heel stuk verder door. Oh wait, but you were here. Yes, initially, and then we were here. And then he backed up, and I don't know why, because I wasn't paying attention. Wow, this is so wet. So yeah. Oh man. That's a bad thing. This is serious. Nou, en ik had geen ongelijk. Pato had ons zeker niet gebeld als het niet nodig was. Maar shit, deze zit er echt diep in. Hey dames, hoe vast zit de truck? Zo vast. Heel vast. Hebben Pato en Katty een probleem? Ja. En gaan Minnie ze redden? Ja. Ja? Denken jullie dat Minnie dat kan? Ja. Pato en Katty hadden de truck al helemaal uitgegraven en de zandplaten eronder gelegd. In eerste instantie wilden we de lier gebruiken als anker om de truck niet verder te laten kantelen, in het geval dat de truck zich nog dieper zou ingraven en misschien wel zou kantelen. Uiteindelijk gebruikten we de sleepkabel, omdat deze meer kracht aan kan, aangezien hun truck nog een heel stuk zwaarder is dan de onze. A little before one. Okay, so 1.5, almost 2 hours now. Imagine. Shit. Yeah. Uh-oh. Now okay, we have to do another recovery. Yeah. Now it's coffee. Yeah, look at the side. Hey Klein, is it gelukt? Ja. Ja. Alleen de camper. Alleen de camper. You should have seen those faces when we told you we had to rescue you. Yay! We are going back! Yes! Ooh! It's not really straight anymore. You probably have to drive over it a few times. Ride! Ja, dadelijk zit je er ook in, Inke. Dan moeten wij jou er ook uittrekken. Ga je in de modder vallen? Yeah, but this one is this one. Yeah, the other one you need to have.
somewhere. What's oh well. Ja, spring er nog eens op. Kom nog eens. Zo, die zaten echt goed vast. Heel onverwacht was het strand daar echt super nat. Ze graven zich steeds verder in. En op een gegeven moment toen ze water zagen, dachten ze kappen. We gaan Family Everywhere weer terug laten komen. Maar gelukkig hadden ze al flink voorwerk gedaan. Flink gegraven en de platen eronder. En was het uiteindelijk niet heel erg complex om ze eruit te trekken. En daarmee hebben we ook maar meteen besloten dat we hier toch nog samen een nachtje gaan verblijven. Weer opnieuw reden we de Tioga Pass omhoog, maar nu helemaal en verder naar het zuidelijke deel van het Yosemite National Park waar we nog niet eerder waren geweest. Ik zie die grote toren. Nou, dat is toch ook wat dames, of niet? Ja. Komen we gewoon bij de camper aan na een wandeling. Liggen daar gewoon 4 wasjes. En een lief briefje erbij. Waren de wasjes lekker? Ja. Ja, heel lekker. Ik heb nog niet op. Nog niet op, hè? Nou, super lief. Van een gezin wat we dus onderweg op de trail tegenkwamen. En een tijdje mee hebben gekletst. Nou, super lief briefje. En heerlijke worstjes. Hij is bijna op. Hé, want waarom hadden we dat worstje wel heel hard nodig? Ja. Omdat we weinig eten hadden. We hebben maar weinig eten meer. Hè? We moeten heel nodig boodschappen doen. Ja. De afgelopen dagen hebben we alleen maar rijst, kip en boontjes gegeten. Hè? Of aardappelen, kip en boontjes. Ja, we moeten echt heel nodig boodschappen doen. Dames, waar zijn jullie? Hey!
Hey, kom even omhoog. Wow. Hey, weten jullie dat deze boom 100 jaar... Hallo. Ik heb dus mama's kapje gered. En hij zat... Juist hier. Zie me? Kijk hier. Mag ik de camera om te filmen hier binnen? Een boom van 100 jaar oud. 100 jaar geleden gekapt. Hoe komen jullie zo hoog in die boom? Dat is net een kasteelboom, of niet? Camera, please. Nou, hier. Maar let er een beetje op, hè? Ja. Wow. Doe niks kwijt. Wow. We zijn helemaal midden in de boom. Wow. Zijn je benen klein? Hey dames, wat kun je hier doen in die boom? Lopen. Lopen? Lopen in het heen. Lopen we hier nou gewoon door het midden van een boom? Mm-hmm. Nou ja. Dat is interessant. Hoe oud zou deze boom nu zijn? Kom, we gaan zo terug. 20. Hoe oud denk je? 120. 120? Nou, ik denk dat deze boom misschien wel 2000 jaar oud was. Of 3000. Heel oud in ieder geval. Sommige bomen zijn gewoon 3000 jaar oud, hè? Kijk bij jou eens, ja. Allemaal... Hey, moppie. Ben je moe? Helaas is de canyon van Kings Canyon al het hele jaar afgesloten door schade aan de weg en reden we door naar Sequoia National Park. Te repareren, om dit stuk te repareren. Human food goes in the boxes, you're so right. And this go to the bear. Mm-hmm. And this was it. Did you know that black bears eat grass. A lot of plants? They love salads. And yeah, plants. Yeah, they love plants and they love berries and they love nuts. Raise your favorite hand and I need you to repeat after me, okay? As a junior ranger. As a junior ranger. I will protect this park from danger. I will protect this park of danger. I will not. I will not. Pull the plants. And pull the plants. Perfect. And I will not. And I will not. Step on the ants. Oh, between the step on the ants. I'll love all animals. All animals. Big and small. Big and small. And I'll protect the trees. I'll protect the trees. Trees. Wide and tall. Wide and tall. My work here. My work here. Is never done. Is never done. But ranger life. But ranger life. Is super fun. It's super fun. It is super fun, you guys. Congratulations. You're the nation you're in. You're playing this game. These are for now the last batch we got. Well, good job, then. You guys did great. You guys make sure your adults stay on the trails, okay? Oh, yeah. I know they want to go. Batch, let me see. Woo! Ranger book yolk. And a ranger book, yes. Yeah. Yeah. Nou, tussen Bryce Canyon
En de Agathe Fosselbed, jongens. Onze laatste, allerlaatste badge. Onze laatste badge. Yay. Onze laatste badge. Hoera. Hoera. Onze laatste badge. Maar ik was mijn boekje dus kwijt. En ik heb toch een badge gekregen. Ja, dat is echt wel heel lief. Maar ik heb het boekje en een badge. Ja, laat zien je badge. Even een filmpje maken van alle badges daar. Het laatste nationale park in Amerika. Best gek hoor, dat we na 1,5 jaar nu echt Amerika en Canada gaan verlaten. En ik heb ook echt geen idee hoeveel badges we nou daadwerkelijk hebben. Want ze hangen echt niet allemaal daarvoor aan die slinger. Maar het is hoe dan ook echt een ontzettend leuke herinnering voor de kids later. Ja, en nu gaan we dus op weg naar Topanga, onze volgende bestemming. Topanga ligt vlakbij Los Angeles. We zijn afgelopen zomer in Alaska, hebben we een stel leren kennen en die hebben ons uitgenodigd om naar hun huis te komen. En we gaan daar dus Halloween vieren. En we gaan ook vanuit daar naar Disneyland. En ja, ook worden daar op dit moment, en nou ja, de afgelopen weken zijn er dus heel veel pakketjes bezorgd. Ja, dat is wel het nadeel aan het onderweg zijn, dat je dus geen adres hebt. En we hebben daar ontzettend veel laten bezorgen. Allemaal dingen die we nog denken nodig te hebben in de komende tijd in Centraal-Amerika. Want daar is het toch iets lastiger om daar dingetjes te bezorgen. En ja, vanuit daar gaan we naar Santa Anna. Daar worden als het goed is 1 dezer dagen onze nieuwe banden bezorgd. Ja, de truck heeft echt nieuwe banden nodig. En het is een heel stuk lastig om die banden in Midden- en Zuid-Amerika te krijgen. Dus worden ze nu in Santa Anna bezorgd. En nadat we dus de banden vervangen hebben, dan gaan we regelrecht naar Mexico. Lekker naar het strand. Vond je deze video leuk om naar te kijken? Geef dan een duimpje. Of nog leuker? Laat weten in de reacties wat je ervan vond.